ik ben Kim en ik neem jullie mee in de wereld van body fashion. Vandaag ga ik langs bij Rhino van Rhino's Lingerie in Boswaard. De winkel is nu 15 jaar geleden gestart. Dus ik zit hier echt dit jaar precies 15 jaar. Ik ben gestart als lingerieconsulente. Dus ik ben in de lingeriebranche gerold door middel van de thuisparties. En dat heb ik 13 jaar gedaan. En daarna ben ik de winkel gestart. De reden dat ik echt met winkel gestart ben en gestopt ben met paardjes is omdat je op een gegeven moment kon je gewoon merken, mensen krijgen het druk. Mensen zijn gewoon heel actief met van alles en nog wat. En dan maak je een half jaar van tevoren een afspraak en dan een maand van tevoren liet je weten van hey joh, dan hebben we een afspraak voor een lingeriepaardje gezellig en hoeveel mensen denk je ook weer te hebben. En dan was het van, maar ik kan helemaal niet. Dus ik kon gewoon merken dat het heel lastig werd om lingeriepaartjes of afspraken te maken daarvoor. En toen dacht ik zelf op een gegeven moment van het wordt misschien wel eens even tijd om een winkel, echt een winkel. En dat heb ik als klein meisje altijd al geroepen. Ik wil een winkel starten. Waar wij heel erg op letten is dat kleuren gewoon echt leuk bij elkaar combineren. Maar dat het dus inderdaad rust uitstraalt. Dus als je dan bij deze band ziet, heb ik gewoon inderdaad de lichtblauw en de roze bij elkaar. Normaal gesproken zou je dat misschien niet zomaar bij elkaar gaan hangen. Maar omdat bijvoorbeeld bij deze zitten alle kleurtjes zitten erin. Dus dat verbindt het met elkaar. En dan krijg je dus een heel leuk blokje. Advies wat ik eigenlijk altijd meegeef, trek iets aan waar je je prettig in voelt. Dus laat je niet door je omgeving overhalen, bij wijze van spreken van moeder, dochter, mam, jij kan nog best die bikini aan. Want als je dan je laat sturen door je dochters en je trekt een bikini aan en je doet de hele dag niks anders dan broekje, topje. Je loopt alleen maar te trekken aan je badkleding. Moet je niet doen. Het is mooi weer. Je moet genieten. Dus trek iets aan waar je je prettig in voelt. Je geeft jezelf toch een soort van letterlijk helemaal bloot. Dan moet je je daar wel veilig bij voelen. Dus echt waar, dat is mijn advies. Trek iets aan waar je je prettig in voelt. En kijk goed naar wat de kleuren met je doen. Dus als je een badpak of bikini aantrekt, ga niet alleen kijken van oké, die kleur vind ik geweldig. Ja, dat is hem. Nee, trek hem aan en kijk wat het doet met je complete plaatje. Hij moet bij je huidkleur passen, hij moet bij je gezicht passen. Het moet echt een plaatje worden. En dan kan je gewoon genieten. Het advies voor het behoud van je badkleding is heel belangrijk. Dus wat ik altijd zeg is, kom je uit een chloorwater, zoutwater, spoel altijd je badbak uit met lauwwarm water. Altijd. Ben je op een strand, ook bij een zwembad trouwens, is er een douche aanwezig, spoel jezelf even af en ga daarna in de zon. Want zonlicht en chloor en zoutwater heeft toch echt wel zijn invloed op je badkleding. Ben je echt een wekelijkse zwemmer, ga je lekker zwemmen in een zwembad met je wekelijkse baantjes, ga lekker onder de douche staan, prima. Laat je badpak weer goed uitspoelen met jezelf erin. Maar ga geen shampoos gebruiken. Dus doe je dat wel, ben je wel echt wel zo'n type van ik wil toch wel even mijn haren wassen voordat ik uit het zwembad kom. Prima, ga voorover staan en spoel dan het shampoo uit je haar. Laat de shampoo niet over je badkleding weglopen, want het heeft echt zijn aanslag. Je krijgt van die transparante plekken in je badkleding. Zonde, echt niet doen. Op de hoogte blijven van alle ins en outs rondom body fashion. Volg onze social media kanalen en vergeet niet te abonneren.